We waren er gewoon een beetje zenuwachtig voor. Ja, en de juf ook. Want het is maar één keer in het jaar dat je optreedt. En wij gaan iets doen wat wij in de klas ook al gedaan hebben. Er vaart een groot schip op zee. Op het dek staat kleur. Het schip is van haar oom. Ze vaart vaak mee. Fleur kijkt naar Bart. Hij is matroos. Hij veegt het dek. Bart kijkt droevig en er is iets aan de hand. Het schip moet worden verkocht. Het geld is op. Om Johan onder het schip. Er moet een oplossing zijn. Fleur heeft een plan. Ze gaat naar de hut van oom Johan. Oom Johan zit aan zijn tafel. Hij kijkt Sip. Fleur zegt oom Johan heeft oom nu al aan de schat van opa Jan is gedacht. Oom zegt, ja, daar heb ik aan gedacht, maar ik kan die schat niet vinden. Ja, er is een schat van opa Jan, maar die schat heeft nog nooit niemand gevonden. Fleur en Bart zitten op de bank. Weet jij het verhaal van de schat, Bart? Nee, zegt Bart. Opa Janus was heel rijk. Hij had een kist vol goud. Hij was met zijn schip op zee. De piraten kwamen met zijn schip op hem af. Hij ging snel naar het eiland Rosadabossa. Hij sprong van het schip. Hij ging de schat begraven. De piraten hebben overal gevonden. Ze hebben niets gevonden. Opa was heel goed in verstoppen. Opa had een brief aan oom Johan gestuurd. En schatkaart vraagt Bart. Nee, zegt Fleur. In plaats van het schip. Met eronder de letters actie. Dat is goede reis. Heeft oom Johan de schat gevonden? Nee, zegt Fleur. Hij heeft vaak gezocht, maar niet gevonden. Bart en Fleur kijken naar de zee. Ze denken diep na. Snip van opa Janus en nu, we gaan de brief opzoeken. Hij ligt in de hut van oom Johan. Ja, nou gaan ze naar de hut van oom Johan op zoek naar die schatkaart. Nummer 6. Fleur en Bart lopen naar de hut. Ze zien de tafel van oom Johan. Daar ligt de brief. Blijf zoeken naar waar. Dan Fleur ziet een gat in de kaart. Dan gaat ze lachen. Ze weet het. Bart, ik weet het. Janus heeft de schat niet op het eiland verstopt. Hij kon niet rennen met een kist vol goud. Hij heeft de schat in het schip verstopt. Bart zei naar Fleur. Ja, Fleur heeft het goed. De piraten hebben voor het niet gezocht. De schat is op de plek van het gat. Goed kijken waar dit is. Dat is het ruim. Kom, zegt Fleur. We gaan naar het ruim. Fleur loopt achter Bart. Bart heeft een kaars. Het is donker in het ruim. Er liggen touwen en tonnen. Zit de schat in de tonnen? Zit de schat in de tonnen? Ik zie daar wel een ton staan of daar nou een schat in zit. Luister maar naar Luc. Nee, er zit zout in de ton. Er staat ook een bakje. Fleur en Bart gaan denken, waar ligt de schat? Waarom Fleur Bart? Ik weet waar de schat is. Kijk eens naar de bank, dat is een kist. Fleur en Bart doen de kist open. Oh, heel veel goud. Hoera! Even kijken jongens of dat wel hoera is, of daar echt goud in zit. Oh, kijk eens. Nee,
Ze pakken het goud uit de kist. Ze lopen naar de hut van oom Johan. Oom, er is de schat. Goud, hoe komen jullie aan al dat goud? Bart en Fleur vertellen van het in het ruim. Nu is er heel veel geld. Het schip kan nu van u blijven. Oom Johan is blij. Hij lacht. Ze gaan naar het dek. Ze vieren feest. Dit is mijn schip. Het blijft mijn schip. Dit zijn mijn twee schatten. Nou, laat eens even zien hoe blij jullie zijn dat de schat is gevonden. En mag ik een applaus voor groep 3?